Mooie luxe moppen. As long as I want you, you stay. Skim maakt mof. De moord op Remco Bates is het werk van een hiermoorder. Hij heeft maar grauw geweld vermoord. Dit is het antwoordapparaat van GK Jensma. Spreek uw naam en telefoonnummer in, dan bel ik u terug. Chef hier. Ik wou je wat vertellen. Nou ja, ik bel je wel even weg. Hoe is mijn vijkje? Ja, die is de dikke nou net. Ze construeer ik nooit bij. Ik ga dat restaurant maar aanbellen voor die aaskeer. Ik wil haar wel bijhouden. Hoe ligt het? Het wordt het evenwichtsverhaal voor in de bijlagen in mijn toon. Ja, het probleem is de mensen waar ik mee praat, die wil net met de naam in de krant. Ze zijn al je deur benauwd. Je moet dan maar uitlezen dat we eens gewoon waar ik net op anonieme bron beroepen. Maar dat het nou gewoon net oors kan. Maar hij heeft het wel met speaker voor de crimineel. Ja, en de meesten ben gewoon deur benauwd om te praten. Bestoon hebben benauwd. Ja, zelf. Misschien is het net onverstandig om het verhaal anoniem te plaatsen. Ja. Ik wil wel eer van het werkwakker van door. Nou, dat hoeven we nooit net te besluiten. Maar als het al was, dan had ik er al begrip voor. Klinkt wel mooi dramatisch. Dramatisch. Waarom krijg ik dit graag? De mens is altijd op zoek naar wat bijzonders. De mens is bijzonder van hemzelf. Dat is je altijd in de ogen van de ander. En dat ik op zo'n kerkhof loop, dan word ik aantrokken door bijzondere graven. En dan denk ik, hoort een bijzonder graf bij een bijzonder mens? Of bij een deursnee mens, die ze later naar wat bijzonders metgeven willen. Is dat niet veel te laat? Net als bij mij. Oh, ik vind die was wel een bijzonder meisje. Deergraver en illegale drank, dat vind ik een bijzondere combinatie. Hoe bijzonder is die rol bij de moord op Remco? Ik ben journalist. Hij is meer van een regisseur. Ik ga met Kasman praten. Hij zegt deer benauwd voor de organisatie. Ik ben niet bang meer. Ik heb gevraagd of ik dat geld betalen moet, wat voor Remco. Maar het hoorde niet, zeiden ze. Ze hebben niks met die moord te maken. Maar waar had die moord aan pleeg? Die lui van de club. Maar daar heb ik niks mee te maken, hè? Is toch wat de baas is van die club? Buitenlanders, denk ik. Maar ook een Nederlander. Was toen een idee waar het wijzen kan in Nederland? Radboud. Ik weet niet hoe met die naam, zei Remco een keer.
Het schiet allemaal geen meter op met dat onderzoek. Politiek zit me op de huid. Ze willen resultaten. Er zijn nog reacties binnengekomen op dat krat op die schoonmaakhandschoenen. En die morgen hebben we net in de publiciteit gebracht. Dat is die informatie. Een buurtonderzoek. De woman had wel wat je hebt, meneer Tjoen. We kunnen over nu dat Beets Vredel in de kofferbak bedaard is. Een spooronderzoek dan? Ja, we hebben mooi DNA, maar wie kent dat linker? Ik zoek wel een grootschalig DNA aan de Sidwan. Nee, half Leeuwarden wil onderzoeken. Dat wordt niks. Moet ik nog meer mensen vrijmaken? Waar haal ik het geld vandaan? Met dat helemaal geen doel. We hebben helemaal niet een oorknopingspunt. Wie is er mij? Waar is Claire? Wat mij betreft kent er morgen wel in. Ik mail die wel. Dit wordt wat. Ja, dit wordt wat. Ja, Sjerpje. Ik wil het artikel nog niet in de krant hangen. Kan je het opkeren? Ik ben bedriegen. Oh, had u dat steek in de oude krant liggen? Koffie? Nee, nee. De tentakels van een internationale misdaadorganisatie reiken tot in Leeuwarden. Het VVD-gemeenteraadslid Remco Beets, dat 2 weken geleden in de kofferbak van zijn eigen auto werd gevonden, is waarschijnlijk een van de slachtoffers. Wat dat krun? Sjerbak. Nou, wat het klappert, dan weet er meer dan weer. Geld, informatie, wat het ook geweest mogen zijn, duidelijk is dat Remco Beets niet heeft willen toegeven aan de eisen van zijn bedreigers of daar niet toe in staat was. En toen de klappen niet het beoogde resultaat hadden, heeft een van de moordenaars met een professionele ruk de nek van Beets gebroken. De journalisten nu schreeuwen maar wat, jongen. Ze schreeuwen het eerste beste wat ze jaren dadelijk zien in de krant. Wie was het net dan? Hier dingen zitten.
Want als je geld van hem krijgt, dan kun je dat geld fluit zien. Internationale maffia, Aljoud. Dikke binets. Onderzoek van deze krant heeft uitgewezen dat Remco Bates in verband gebracht kan worden met illegale drankhandel. Naar alle waarschijnlijkheid is hij het slachtoffer geworden van zijn relatie met een wijdvertakt netwerk van criminelen, dat zich mogelijk ook bezighoudt met vrouwenhandel. Ook in Leeuwarden bevindt zich een illegale bordeel waar vrouwen tegen hun zin aan het werk zijn. Deze organisatie wordt mogelijk aangestuurd vanuit Turkije of Oost-Europa. Wat weet Bak wat wie net weet? Hé, ik ga een mailtje van wethouder Jens. Ja, de hoes. Nee, jij luistert, hè? Oké. Als jij denkt beter. Hè? Binnen toch volle dingen die net kloppen. Je doorheeft autosleutels die net van Dij binnen. Ja, ik vond dat zij toch? Ja, maar die zou ze naar de politie brengen, maar dat is helemaal verdiend. En vrouw Beet zei dat ik helemaal van wel heel soort op die van haar liedje. En dat stiekem over die Servische maffia. Dat doof dat ik net. Kijk, dat is weer, dat nou, is weer. Ja, nou, dan moest naar de politie gaan. Ja, dan moest ze gewoon uitlezen wat je wist. Nee, kijk, nee, niet, zei ze. Nee, dan moest je helpen. Nee. De beste RC van de Frieske journalistiek. Hoe belangrijk is die rol? Het is net hier in de Frieske in de stad. Hoe belangrijk is die rol? Bij de moord op Remco Bates. De beste RC van de Frieske journalistiek. Speuren. Spannend verhaal net van Remco Bates. Liek het haast onwerkelijk dat Soxie luid baart. Wist je wel? Ja, ik ben weer wat opknapt. Als je de feiten dat checkt? Een heel betrouwbare bron. Ik weet vanzelf net waar het dier had, maar ik heb een idee waar het erachter zit. Dat is juist wat wurg uit. Hoe lang mas nog? Ben je een lange kleer mee? Ik ben heel brood los. Dat was de tosken een wol inzet. Nou, dan ga ik maar weer verder met de gemeentepolitiek.
Maar nog even wat bepraten met Jensma. Bij Fijkje Landstra van de Leeuwarden Kranten is wethouder Jensma er al? Oké, nou dan probeer ik het daar eens nog eens. Bedankt. Sherbak. Boonstra, we have wethouder Jensma van. Deer. Om een van de media is er een persconferentie. Je zou niet graag een paar vragen stellen willen. Waarover? Hoe keek Jensma? Volgens mij een oer op het bureau komen willen. Dat is omkeerde wereld, hè? Wij stellen altijd de vraag. Wie willen die wat vragen? Wat ga je nou? Ja, ik ben vol. Ach. Nou, ga daar maar even zitten, dan hel ik even verband erommel. Sa. Hier jou een afspraak maar hier? Ja, maar Boonstra. Ik zal even zeggen dat jou er binnen. Ja, hier heb ik koffie. Wat is er in? Suiker. Vol. Het is de oude dagen een heel mooie zin komen. We zien dat we nu alle redelijk iedereen met mij praten. Hoe het stik van die? Kun je net wat meer vertellen hoe ze die informatie komen? Wist ik? Basisregel in de journalistiek, en dat weet hij ook krekkelijk goed als ik. De journalist had zijn bronnen net Fries. Zelfs. Maar wij hebben ik een basisregel.
Ben naar beneden, geef hem wat onderzoek, dan stap je naar de rechter. Wie had al onder dagen gerechercheerd in de criminele ronden, maar dat gaat er net zo goed uit. Ja, dan stel een relatie is met Gekke Jens, maar. Een relatie? Dat wil het woord. Zat een keer bij me slept. Wist ik bij haar thuis, werd? Ja. Juste jongen nog even. 10 minuten, ze viel haar niet goed. Hoe is ze bed? Maar Jens maakt ooit handel met bedriegen. Als je dat vreet, moet ik al. Maar ik kan echt niet bedenken. Ze had me mailed dat ze wat meer over de moord op Remco Beets vertellen kon. Maar wie zou er hier mee houden, maar. Was toch geen idee wat ze wist? Nee, geen idee. Maar wie begrepen wel dat het voor die niet makkelijk is? Ja, zo het bij Beets thuis is? Nee. We hebben van de morgen een anonieme tip en... In ieder geval die het in een illegaal bordeel van haar stut wordt. Ik neem aan dat het om dezelfde zaak is. Best ook door haar in een artikel. Zo. Die conclusie die je maar hier loopt, die ben al hier voor je inrekening. Wijs genoeg. Maar ik maak je een artikel hier hoor en dat doe ik alles. Maar dan heb ik alles u te doen. Ja. Niet weet van ophalen, hè? Maar ik ben journalist. Hoe zit? Waar een ander stuk op die laptop? Hé? Maar je hebt mijn stier niet onderlegd, dat is nog recht de bak. Ach, maar niet bestaan. Zou ik niet zo zeker van zijn, hè? Ik zet morgen in de kranten dat je me net niet gaat. Ik ga niet. Wat jij zegt? Ik ga Gekke en Beets vermoorden. Nou. En? Goeiedag, er is het Frieske Nijs in Joerts. De politie heeft vannacht een inval dien in een illegaal bordeel onder Troelstrawaai in Ljouwert. Er wie een aantal, met name boetelonse vrouwen, die te dwongen waren tot prostitutie. Troch het speurwerk van een redacteur van de Ljouwerte Kranten kon het netwerk van de internationale maffia opgehaald worden. De politie heeft onderhand voorzien informatie verschaten arrestaties verjochten. Een inspecteur van de politie die de moord op Remco Beets onderzocht, bleek een van de kopstikken in de vrouwenhandel te wijzen. Hij is van de monnik aanhouden. De boetelandse vrouw die het illegale bordeel weer opvong, terug slachtoffer helpen. Maak eens lijst van de morgen.